ga deze blondie met witte chocola en frambozen nu afmaken. Deze moet je echt maken. In de vorige video heb je het basisrecept kunnen zien. En het basisbeslag heb ik nu in een bakblik gedaan met bakpapier. Ik verdeel 50 gram witte chocola over de blondie. Heb je geen druppels, maar een reep chocola, dan kun je deze even in kleine stukjes hakken. Ik heb 40 gram diepvriesframbozen. En die plet ik een beetje fijn tussen mijn handen en dat verdeel ik zo over de blondie. Ik kom echt net uit de vriezer, dus zijn nog hard en koud. Zo, nu is deze blondie klaar om de oven in te gaan. Ik doe hem op 175 graden in de oven. Voor ongeveer 30 minuten. Maar dit verschilt natuurlijk per oven, dus hou het goed in de gaten. Nadat ze een half uur in de oven hebben gezeten, heb ik ze eruit gehaald en een tijd laten afkoelen. Ik zet ze ook nog even in de koelkast om af te koelen. Dat vind ik fijn voor het snijden, maar ook eigenlijk heel erg lekker. En ik ga hier ontzettend van genieten. Ik wil de komende tijd nog allerlei variaties blondies proberen en delen met jullie. Heb jij een idee? Laat het even weten in de reacties. Misschien probeer ik jouw idee uit.